Henk de Jong, 1-7 overwinning. Dit zag je niet aankomen, denk ik wel. Nee, had ik niet verwacht hoor. Ik ben verrast door mijn ploeg, hoe we dat deden. Zij spelen wat anders. En na de 0-1 ja, hebben we het echt fantastisch gedaan. Een paar dingetjes hebben we gezet. Hè, verdedigen met Jamie iets verder terug. Ja, en zij zetten het centrum dicht, dus we kwamen ergens anders vrij. Hè, dat was meer op de zijkanten, vooral op Dokerse kant eerst. En later op beide kanten. Ja, daar hebben we echt goed gebruik van gemaakt. En daar hebben we ook onze spelers voor met Isa en met Zinho. En onze middenvelders. Nou ja, je hebt Robert die weer superscherp is. Hè, die het signaal geeft wat we willen. En dat vind ik mooi. Jacinho Antonia, 1-7 winst. Dat was de lange reis wel waard, denk ik, of niet? Ja, zeker weten. Ja, het was het waard. Lange rit. We gingen er al vanuit dat als we gewoon ja, heel normaal zouden doen, dat we hier wel winnen. De kwaliteit hebben we veel meer dan MVV, met alle respect voor hun. Maar ja, vorig jaar kwam je hier na zo'n lange busreis en dan ga je met 0-0 weg. Hadden we gewoon een ja, KUT-partijtje gespeeld. En ja, als je nu dan 7-1 wint, is het natuurlijk lekker eerste uitwedstrijdje. Ja, heerlijk. Tot aan die eerste treffer hadden jullie het heel lastig nog wel. Waar lag dat aan? Nou, ook omdat een tegenstander wel kan voetballen natuurlijk. Hè. We hebben wel met 11, je speelt 11-11, dus het is lastig. En zij spelen wat anders om ons centrum te ontregelen. Ja, daar moet je even aan wennen. Nou, dat, op een gegeven moment voel je wel dat ga je winnen. En waren wij vandaag dan zo goed of waren zij zo slecht? Ja, voor allebei wel een beetje. Zij begonnen heel sterk, vond ik. Zeker de eerste 10 minuten kwartier geloof ik. Dat ik ook zo een beetje het gevoel had van zo, het zal toch niet zo'n wedstrijd worden als vorig jaar. En uiteindelijk ja, kregen we gewoon heel veel ruimte om te voetballen. En ja, dan voetballen we er een aantal keren heel goed onderuit. En maken we prachtige goals. Dus ja, van beide een beetje. Oh ja, ook hele mooie treffers vandaag. Bijvoorbeeld die van Molin. Wat was de mooiste vanavond? Ja, dat weet ik niet eens. Ik kijk daar niet eens zo naar. Ik geniet ervan. Maar ik geniet veel meer van mijn team. En dat we 5 keer kunnen wisselen. En dat we. En dan zei ik zonder dat je niet 8 keer kan wisselen. Dan kan ik iedereen erin brengen. Want we hebben vanavond weer Maarten Pauwels debuut laten maken. Johnley van der Meer, een jongen uit de jeugdopleiding. Mooi voor de jeugd. En er zitten wat talenten aan te komen. Nou, dat willen we eigenlijk ook wat stimuleren. En nou, die heeft zijn debuut gemaakt. Nou, daar geniet ik eigenlijk echt van. En, maar gewoon de teamprestatie. De dag dat we weg zijn. Vanmorgen heel vroeg. Hè. We waren om 8 uur op de club. 8:30 weg. Ja, mooi dat het vanuit de directie ook kan. Hè? Dat ze zeggen, nee Henk, je doet gewoon dezelfde voorbereiding als vorig seizoen. Hebben we ingezet na MVV. Ja, dan kunnen we zo lekker werken en zo ons voorbereiden op die wedstrijd. Nou, dat zie je terug. 2 goals en een assist. Prima cijfers voor jou, lijkt me. Ja, zeker, zeker. Ik voel me weer fit. Eindelijk na echt een hele lange tijd ben ik eindelijk fysiek gewoon helemaal in orde. En ja, daar is het... Is het voor mij een zaak om dat terug te geven, ja, zeg maar de krediet die ik krijg van de trainers. Dat ze mij de kans blijven geven om in de basis te starten. Want ja, als je gewoon kijkt naar, als je gewoon heel eerlijk kijkt naar de voorbereiding, heeft Gio Korte echt een hele goede voorbereiding gedraaid. Veel goals gemaakt en had hij misschien wel die kans verdiend. En ja, dan moet ik de trainersstaf wel terugbetalen. Ja. En dat is nu wel gelukt een beetje, lijkt me. Nou ja, het gaat de goede kant op. Vorige week vond ik dat ik wel aardig speelde. Heel veel dreiging kwam eruit. En ja, vandaag dan een assist, 2 goals. En ja, ik zat bij een aantal, zat ik er nog heel goed bij. Veel kans gecreëerd. Dus ja, het ging wel lekker. En je zegt het al, Johnny van der Meer gedebuteerd. Is dat dan een mooie beloning voor het goede werk van de jeugdopleiding? Ja, vind ik wel. Ik vind dat Jan Siersma was vorig jaar bij de onder 21 en die is nu bij AZ. Maar die jongens, samen ook met de jongere trainers, die zijn echt goed bezig. En ja, we hopen dat dit een stimulans voor hen is. Hè? Dat ze zeggen, we gaan door. Er zit nog meer talent. En dat is dan ook wel heel lekker voor je zelfvertrouwen, lijkt me. Hè? Ja, zeker, zeker. Het zelfvertrouwen, dat, ja, sowieso hebben we dat. Maar als je dan 7 erin prikt... Ja, denk ik dat bij mij het enige avondje, smetje op de avond was die tegengoal. Maar verder ja, hebben we genoten van de goals en de 3 punten.